Marco, nou, wel verdiend de overwinning, denk ik. Ja, als ik kijk over 90 minuten is het een dik verdiende overwinning. Ik denk de eerste helft was je zeker de bovenliggende partij. Ja. Heel erg zelfs. En ja, had je nog verder uit kunnen lopen. Dus dat was 3-0 nog eigenlijk, een beetje met een lucky call maken hun eigenlijk 3-1. Dus je wordt niet weggespeeld of niks. Dus, en eigenlijk de tweede helft, ja, je zat eigenlijk te wachten tot er misschien één nog een kaart zou krijgen van hun. Dus ik denk, dat was een beetje wel het spelletje. Het werd wat harder, wat grimmiger. Dat is wel jammer. Maar ik denk, voetballend zijn we overeind gebleven. Op het einde vond ik wel de vermoeidheid een beetje meespelen. Ja. Misschien ook door de warmte vandaag. Ja. Want het was ineens wel volle bak zon. Ja. En als je dan zoveel energie al erin gegooid hebt, dan kom je daar gelukkig goed mee weg. Want voor hetzelfde geld maken ze per ongeluk 3-3. Alles kan in voetbal. Hè. Ja. Nou, gelukkig is dat niet gebeurd. Maar dan sta je met 3-0 voor en wordt het toch nog 3-2. Is er nog geen billenknijper voor je? Kijk, als trainer zijn ben je daar niet blij mee, hè? Laat dat duidelijk zijn. Ja. Want de eerste is dan een per ongeluk goal, hè? Een lucky goal zeg maar. En de tweede, ja, geven we zelf cadeau. Ja. Omdat de speler, ja, die schop je of over het hek heen. Maar goed, dat ging even niet goed. Maar ja, goed, dat hoort ook bij het spelletje. Jo, en de 3 punten zijn binnen. Ja. Hoe ging je nou vanaf deze wedstrijd in tegen Ommoord? Tegen Ommoord, ik had natuurlijk ook al wat verhalen gehoord. En je kijkt even terug in competities die ze daarvoor gespeeld hebben. Dat is geen garantie, want zoveel informatie had ik natuurlijk niet. Behalve hoe hebben ze hun voorbereiding gedaan. Want dat is altijd wel iets waar je dan ook nog een beetje naar kan kijken. Ja. En trouwens, je moet ook wel van je eigen kracht uitgaan. Ja. En dat is wel één ding wat we zeker altijd zelf moeten doen. Ja. Is het nou meegevallen zo'n wedstrijd, de eerste competitiewedstrijd? Of had je er meer van verwacht? Meer van verwachten. Je had liever gehad dat het nu 3-1 of 4-1 had geweest als 3-2. Snap je? Ja. Dus dat is toch een goede waarschuwing, denk ik, voor de komende wedstrijden. Dat we nog alerter moeten zijn. En ook met het uitspelen van de kansen die je dan kan krijgen. Als je 3-1 staat, ja, dan mag je niet aan de tegenpartij geven meer. Slordig balverlies en een hoop hotse-knotse voetbal heb ik ook gezien. Dat een beetje gehaast. Ja, nou ja, kijk, en dat wat meer rust, je hoeft niet altijd alleen maar naar voren. Hè? Af en toe dat balletje gewoon rondspelen zakelijk, dat kan ook. Daar ontregel je helemaal een tegenstander mee. Dus ja, daar moeten we wel stapjes in maken. Nou joh, moet luisteren, de eerste competitiewedstrijd, de 3 punten, dat neem je toch mooi in de knip mee, zou ik maar zeggen. Volgende week FC Zoetermeer, ja. Dan heb je in de voorbereiding van gewonnen, geloof ik, met 5-1. Nee, dat klopt, klopt. Maar ja, competitiewedstrijden zijn altijd anders. Ja. Dat heb je vandaag maar weer gezien. Ja. Je kent leuk voetballen, die week ervoor speel je tegen een derde klasse, wie met 5-0. En dan moet je eigenlijk nog een kwartier, maar die moest gestaken worden omdat iemand een blessure had. Ja. Dus dat zijn geen garanties. Competitie, dan gaat het voor het echie en dan zie je ook hoe wordt er met de strijd omgegaan in een wedstrijd. Nou, dat zit wel goed volgens mij met de spelers van BSC. Als je allemaal zelf maar je mond dicht houdt, dan ben je altijd winnaar aan het eind. En dat deden jullie wel, en dat is van Ommoord niet, hè? Die bleven maar mekkeren. De scheidsrechter, laten we het daar maar niet over hebben. Dat is dus ook nog voetbal, want hou je mond dicht. Ja, ja. Want het is er maar één die uiteindelijk de beslissingen neemt. Ja, en dat is de scheidsrechter op dat moment. Hé, hey, moet je eens luisteren, BSC bij de eerste 3, deze competitie? Nou ja, dat is wel een eis, ja, eigenlijk. Ja. Ik vind dat wij daar wel moeten nastreven. Dat deden we vorig jaar, we zijn wel begonnen, het jaar daarvoor. Ja, ze speelden hier op dat niveau. Dus, ja, en we zijn nu denk ik in de breedte zelfs nog een stukje sterker geworden. Dus